welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik heb net een filmpje opgenomen, dat kan je zien op TikTok. Want de muziek van TikTok kan je niet op YouTube plaatsen. Maar ik vind het wel leuk, ik zit nu helemaal live met de mensen. En je ziet, de littekens zijn al wat minder geworden vanaf de eerste dag. Maar je moet het toch nog altijd blijven smeren eigenlijk. Dat is heel belangrijk. Dus dan gaan we dat maar doen. Smeren. Dus kunnen we niks aan veranderen. Dus dat gaat nog een tijdje duren. Maar dat moet dus gebeuren. Smeren. Tot en met. En dan hopen dat ze een beetje verdwijnen. Dus straks ga ik nog eventjes buiten moeten gaan. Ik heb net alles al in de brievenbus gestoken, want zodat jullie wel weten, komt er binnenkort een container. Die brievenbus heb ik in de brievenbus gestoken. Iedere buur heeft er eentje gekregen. Dus dat was wel even van, oké, we moeten het even allemaal insteken. Het is wel even moeite gekost, maar het zit er toch in. Maar ik kan nu niet meenemen te filmen, want ik ga moeilijk iedereen zo op beeld brengen, hè. Je hebt dat morgen moeten raden. Ja, mogen ze allemaal zonder mondkapje buiten mogen. Ik denk dat wel geen raar moet gaan zijn. Hè. Je begint nu al een beetje ziek te worden. Dus van gisteravond buiten lopen en zo. We gaan binnenkort trouwens ook boeken verstoppen. Dus dat gaan we binnenkort ook nog doen. Daar kijk ik ook wel heel hard naar uit. Maar straks ga ik eventjes wandelen, denk ik. Land, maar ik kan wel iedereen verwittigen gedaan op dat moment. Dus ik had op TikTok een leuk filmpje gezien eigenlijk met helemaal deze dingetjes, je weet dat wel, zo sokjes die licht geven. En die hebben ze dan zo aan elkaar gehangen dat je dan tijdens zo danst eigenlijk. Ik ga eens kijken of ik zo een filmpje vind om jullie dat te laten zien. Maar dat was wel cool en ik dacht van ik ga dat gewoon ook doen. Nu is het alleen een beetje een probleem, hoe doe je dat? Dus dat is een beetje zoeken eigenlijk. En ik weet ook niet of ik er wel genoeg heb eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk om zo een videotje van te maken. Dus ik heb dat een keertje uitgetest met mijn petekindje. Maar ja, die bleef natuurlijk niet zo goed staan om het allemaal goed aan elkaar te brengen. Dus dat is iets anders. Dus eventjes Catnet, want het was bij Catnet dat ik het gezien had. Ik heb het al vaker voorbij komen. Even kijken of ik het kan vinden om jullie te laten zien wat ik bedoel. Dus dat is dus, die maakt dat dus vast. En dan is het zo eigenlijk het effect. Er staat natuurlijk nu geen muziek op, omdat anders dan. En dat is eigenlijk wat ik ook wil creëren, maar het is toch niet zo gemakkelijk, denk ik, dan het eruit ziet om het aan elkaar te hangen. Dus ben ik even aan het zoeken hoe ga je dat doen. Want ja, je hebt natuurlijk maar één keer de kans om het goed te doen. Want ja, eens dat je ze hebt opgebruikt, heb je ze opgebruikt, hè. Dus dat is ook nog zo wel wat. Is er 15 in een pak. Dus zo groot ben ik al niet. Dat scheelt al wel wat. Maar ik denk toch wel dat ik eens moet kijken wat ze er eigenlijk allemaal in de eerste, maar wel voorzichtig openmaken. Om dat te bekijken eigenlijk. Dus dat gaan we even doen. Die zijn trouwens nog van kamp. Zo, want dan wouden ze daar een idee ook doen, maar dat hebben ze toen niet gedaan. Waarom niet, dat weet ik niet. Ik wil het weten hoe het ziet eruit als je er een pakking eraf hebt gehaald. Zo, dus. Een briefje dat erbij zit voor de. Even voorzichtig. Dus je hebt eigenlijk van deze dingetjes. Eigenlijk zou je dus eigenlijk eens moeten kijken voor andere op dingetjes. Maar die kunnen we misschien wel samen plakken. Om dat zo te doen, hè? Ik ga even kijken. Het
opdoen is eigenlijk al een video op zich eigenlijk. Hè. Ik ga niet heel die plastic weer afhalen. Dan zijn we maar niet bezig. Het is heel moeilijk om dat zo op te krijgen. Zeg. Ik ga eerst allemaal openmaken. De nieuwe ijskast is er, ze hebben hem gebracht, ze staat hier. Dit is hem, dat is de binnenkant. En dat is het diepvries. Met zo van die schuifjes aan en zo. Dat is echt wel cool. Allemaal. En ja, dit is hoe alles gaat werken. Natuurlijk is het nog niet in de pries, want je moet 24 uur wachten voor je in de pries te mogen steken. Dus we zijn even snel aan het wachten. Dus daarmee. Dat hij nu ook even open staat om te verluchten en zo. Moet nog gewassen worden en alles. Maar dat kunnen we ook nog allemaal doen. Dit is een beetje, dit is de oude. En dat is de nieuwe. Die open staat. Ik heb trouwens zo'n filmpje opgenomen met zo'n mannetje. Die kun je nu binnenkort zien op TikTok. Ik ga het wel nog eens een keertje herdoen. Omdat ik niet tevreden ben. Maar ik vind het toch al voor de eerste keer. Toch al iets. Want ja, ik heb al erger meegemaakt natuurlijk van video's. Dus... het was wel leuk om te zien eigenlijk. Dus ja, we zien het allemaal wel. Dus dat kan ik u wel mededelen. Maar kijk, het is nog... Dus ik ga proberen om hier tussen te erten, of dat lukt. Maar ja, ik ga het verder uitdokteren hoe dat je zo een mannetje maakt op je lichaam en dan... ja, we gewoon het gewoon een keertje nog eens opnieuw doen, maar dan voor de video. Zodat jullie het ook goed doen en dan kunnen, dat jullie het ook kunnen doen eigenlijk. Moest daar tips over zijn, laat het ook even weten onderaan in de comments. Voor de rest heb ik, nog op de, heb ik ook nog heel veel papier geplakt op de garage te zijn voor de containers. Die komen binnenkort, dus ja, en hier is momenteel de kat. Die loopt er ook nog, die loopt er ook nog rond. Dus voor de rest is er eigenlijk niet heel veel gebeurd. Dus hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen.